De reden waarom ik deze opleiding heb gekozen is, ik merkte gewoon heel erg in de omgang met mijn vrienden dat ze altijd naar me toe kwamen en om advies vragen. En ik haalde daar altijd heel veel voldoening uit, dus ik dacht ja, ik moet hier gewoon wat mee gaan doen. Mijn zus heeft die opleiding hiervoor ook gedaan en zij heeft mij verteld over de opleiding. Zij vond dat het ook bij mij paste, omdat zij mij kent natuurlijk. Ik heb voor de opleiding Social Work op het Albeda gekozen omdat ik de sfeer hier zo geweldig vond. Ik kwam de eerste keer hier binnenstappen en merkte hoe erg betrokken de docenten bij de studenten waren en wat voor familie je eigenlijk vormt. Ik vind dat ik een goede keuze heb gemaakt voor de opleiding kiezen. Het is een driejarige opleiding waar je in je eerste jaar kennis gaat maken met wat nou precies de belangrijke stellingen zijn van het werk Social Work. Die dingen worden altijd teruggekoppeld naar stage en op stage voer je dan opdrachten uit die je dan uiteindelijk moet inleveren als examens. De opleiding Social Work past bij jou als je empathisch vermogen hebt. Dat is een van de belangrijkste key factoren in het Social Work gebied. Waarom? Omdat wanneer iemand zich niet op zijn gemak voelt, hoor je dat kunnen aan te voelen en daar wat mee te doen. Vaak zo is als je mensen wil helpen, is dat je het graag voor ze wil doen. Maar je moet echt nadenken van oké, wat kunnen ze zelf? Dus je moet altijd dezelfde vraag stellen van oké, wat kan je zelf voordat je gaat rennen en alles voor een cliënt gaat doen. Je moet snel kunnen schakelen, want je gaat met heel veel verschillende doelgroepen te werk. Belangrijk dat je georganiseerd, gestructureerd en overzichtelijk werkt. Wat ik vooral bijzonder vond aan de opleiding was dat ik ontzettend veel mocht uitvoeren in de praktijk en daardoor echt mezelf heb kunnen verbeteren als professional. Nou, met de opleiding sociaal werk kan je op diverse plekken terecht. Je kan binnen het onderwijs gaan werken, bij basisscholen, middelbare scholen, binnen de gemeente hebben ze je ook nodig. Bij de reclassering zou je aan de slag kunnen gaan. Of bij de gemeente zoals wat ik ooit heb gedaan. Mensen die moeite hebben met een betaalde baan vinden, begeleid naar betaalde baan. Ja, de economische markt dit verandert gewoon om de zoveel jaar. Eerst hadden ze niet zoveel sociaal werkers nodig en nu, overal waar je kijkt, staan er vacatures open. Ja, voor de student die nog aan het zoeken is naar de opleiding, zoek niet iets wat jij nu leuk vindt, maar zoek iets wat waar je heel graag in wilt verdiepen nog. Kijk wat bij je eigenschappen past. En daar deskundig in worden en dan gaat het vanzelf.